een leuke badjas. Ja, gewoon van Ajax. Superleuk toch? Duimpie! Kanaal. Ik ben Kjeld en ik ga samen met mijn vader naar de afval bij Circulus. Want hierachter we hebben aardig wat rommel en troepies. En dat kan allemaal in die grote containers. Dus ja, let's go. Ons hout ligt in deze bak en hier ligt nog wat in. En nu kunnen we weer gaan. Zijn ze allemaal, ja, bomen, deze auto, allemaal bomen daar in het afval. Kijk eens hoeveel afval er allemaal ligt. Poeh. Zo, kijk eens, hier hebben we allemaal bedden. Haha, matrassen zijn dat, ja. Nou, dan gaan we eens even kijken of we wat kilo's hebben afgeleverd hier. Zo, dan gaan we op de weegschaal. Dat is hier. Daar staat het bordje 0 kilo. We gaan hem in de gaten houden. 0 kilo. Ik weet trouwens niet hier of hier zo staat het. Oh, hier. Nou, daar komt het kaartje. En 30 kilo. 30. Poeh. Toch goed, hè? Ja. Tot ziens en bedankt voor uw bezoek. Nou, dankjewel. Mensen, we hebben de afvalauto uit de auto. En de Ludwigs is op tv, maar het is nog een oude. Maar we zijn even aan het kijken. Het is een oude, dus ja. Ik wil hem eigenlijk niet kijken. Want we hebben hem al gezien. Joe gaat even een lekker Barbie filmpje kijken. En wij gaan zo eten. Oh, wij gaan helemaal niet zo eten. Ik dacht echt serieus dat het 12 uur of zo was. Maar nee, dat is het niet. Het is pas 10 uur. Ik ga even een filmpje kijken. Ik ga Telekids kijken. Telekids, helemaal leuk. Ik ga even op de kopje... Nee, ik ga naar boven. Lekker gamen. En ik neem even mijn boek mee. Zo, hopla. En Ik ga ook mee. Ga jij ook mee, Jo? Met de Lego. Met Lego Friends. Dus wij gaan lekker even boven spelen. Jo en ik hebben lekker gegamed. Nou, dat mocht ook wel. Want, verschrikkelijk die regen. Nou, Snoet houdt soms wel een beetje van regen. Dat is lekker voor zijn rug. Dat hij wel een beetje nat kan worden. Maar dit is wel heel erg. Die plassen. Ja, het is niet normaal die regen. Ik dacht, het zal nog aardig droog blijven. Maar nee, dus niet. Huh? Ja, Jules heeft gewonnen. En ja, één potje. Daarna heb jij weer gewonnen. Ja. En daarna deden we motor. De prilde echt. Ja, maar we hebben dus ik ben beter dan jou in motorrijden. Ja, maar ik was... Ja, jij had ook een keer met voetbal... Ja, maar ik had ook een keer met motocross. Toen was ik 8. Dat is ook goed. Nou, dat is ook goed, ja. Dat en ja, oh. Verschrikkelijk. Ja. Oh. Ja. Oh my god. Ja. Oh, wil je dit eens zien? Oh, kijk eens naar die plassen. Kan ik kijken? Oh. Kan ik je vertrouwen? Oh. Ik kan je niet vertrouwen. Maar, oh. Nou, als je zo in het bos vandaag zit te wandelen. Zo. Nou,
Dat is echt niet normaal dan in het bos. Ik wou op Joel botsen. Joel gaat lekker op zijn tablet. Nou, Telekids. Nee. Ik ga even kijken wat er vanavond op programma het is. Birthday. Birthday? Is de birthday op programma? Nee. Even kijken. Nee. Uitstel van executie. Executie? Je bent het van. Supermooi. Ik heb super lekker gegeten. En het regen, ja, dat is voorbij. Want er liggen echt nog allemaal plassen hier in de voortuin, dat gras. En Snoetje heeft vast een hele natte rug. Dus ik ga even naast jou op de bank zitten. Oh, lekker. Zo, en dan ga ik denk ik maar even lekker tv kijken. Ja. Ik heb lekker afgekoeld en ik heb een badjas aan. Ik hou hem gewoon in de kast. Hoe vond je daarvan? Ik pak hem eens uit de kast. Het is trouwens wel een Ajax. Het is niet of Feyenoord of PSV. Want voor die club ben ik ook geen eens. Dus super leuk hoor. Ik zou even in het licht gaan staan. Kijk, een nieuwe model. Ik heb het topmodel met mijn super leuke badjas. Ik gebruik dit nu lekker als kleedje. Ik heb hem even uitgedaan. Zo lekker kleedje. Kan ik zo lekker liggen op de bank. En ik wil nog even wat vertellen. Morgen komt er iemand logeren. Die komt in de ochtend. Ra, wie is? Het is Sophie. Mijn nichtje en Jules nichtje. Ja, die komt lekker logeren. We gaan lekker naar Monkey Town. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Dat is zo'n speelparadijs, noem ik het. Speelparadijs. En dan kan je dan spelen, klimmen, klauteren, glijbaan, ballenbak, noem het maar op. Enzovoort, al die dingen. Dus daar heb ik ook super veel zin in morgen. Maar ik ben klaar voor vandaag met vloggen. Super bedankt dat jullie allemaal hebben gekeken naar mijn vlog op mijn YouTube kanaal. Lijkt eigenlijk het begin. Maar bedankt voor het kijken. Als je deze vlog leuk vond, doe alvast een blue duimpje omhoog. Abonneer dan gelijk even hier beneden. En dan zeg ik zo altijd, later!